Nou, voordat het afgemaakt met wereld 8, ga ik even wereld 9. Waarom? Omdat het is een anticlimax zoals ik met wereld 9 eindig. Want wereld 9 is zo makkelijk. Ik kan niet geloven dat dit zo makkelijk is. De what the fuck wereld. Kijk wat er gebeurt. Er zit wel een koepel onderin, er zit een brug onderin hier. In het originele spel waren er ook wolken hier. Fucking lucky to hier. Maar weet je wat? Als je hier boven blijft zwemmen? Ah. Oh mijn god, dat is dezelfde ding in Mega Man 3. Het is eigenlijk helemaal makkelijk. Like, holy shit. Hoe kan het zo makkelijk zijn? En dus... Het is een vlag onder water. En het gaat mee met de wind. Sea currents? Question mark? I guess. Maar ja, kijk hoe welkelijk deze wereld is. Ik ben er doorheen gegaan zonder dood te gaan. Pro strat! Ik weet niet of je al op Lakitu kan springen onder water. Nee, zijn. Nee. Je hebt geen voeten meer, dus je kan niet dat doen. Maar je hebt wel vuurballen. Als je vuurballen hebt, weet je. Ja. Nee, niet in deze wereld. Zoals je als Mario wilt winnen, like... Die bloem verdwijnt halverwege als hij boven water komt. Hij bestaat alleen maar onder water. Onder water vision. Kijk hoe makkelijk deze wereld is. Het lijkt alsof Jesse in één keer veel beter werd met de Mario... Met Mario Lost World, snap. En toen was het herfst. Nu al. Wel, maar Mario... Ja, dus... One Punch Man Season 2 is uit, Ennis. Awesome! Moet ik even heel snel met een broertje nog... Wat komt nog meer uit? Oh ja, No Game The Life film is ook uitgekomen, alleen het is toch niet gesubbed. Ja. Ik ging maar één keer dood in deze fucking wereld. Dan ga ik even maar rustig met mijn broertje kijken naar One Punch Man opnieuw. Ja. Nou, ik heb al de manga gelezen, dus ik moet ongeveer dit... Ik ga het daarna de derde keer kijken. Als je erover nadenkt. Ja? Oh, One Punch Man was een geweldig anime. Ja, dat is een hele goede anime. Maar dat is een ander anime waarbij je weet zeker dat de mainstream, dat de normies ook naar kijkt. Niet dat het een slecht ding is dat de normies gaan kijken, maar... You know. Maar fucking joke. En Bowser is daar. Ja. Dat was een grap. En hij bestond. Dat was wel... Mimoto is even langs gekomen te kijken hoe ik dit heb gedaan. Like, what the fuck heb je door de wereld 1 gedegen meegegaan door maar één keer dood te gaan? What the fuck? Hij stopte met geld tellen. Hij is nu al bezig met een envelop om een check erin te doen. Hij komt daar eens door met een shotgun. Like, waar moet hij bij stoppen? Volgens mij staat hier Japanse tekst. Maar ik ben niet zeker daarover. Oké, nee, laat maar zitten. Ik dacht gewoon dat ze gewoon random wat hebben gedaan met hun hand. Like van, oké, laten we hier wel een random blokje neerzetten, klaar. We hoeven geen level meer te maken. Ja, dat kan het zijn, maar ik ken geen Japans zo. Dit is dat. We hoeven geen level te maken, zet gewoon wat random shit neer hier daar. Oké, klaar. Zo, nu is het toch tijd voor de ABC werelden, toch? Nee, we gaan gewoon de wereld achter. Like, ik wilde niet eens wereld 9 doen, dat was gewoon voor de lol. Dat was voor de lol. Dat was het moment dat Jesse eigenlijk lol had met het spel. Ja, dat is het moment dat ik lol had met het spel, dat is niet zo moeilijk. Dat was zo... Ook als de level design nog steeds een beetje bullshit. Like bullshit in de manier van... Like ze hebben gewoon wat random dat neergezet en dachten van... Oké, laat het gewoon dat erin doen. Bent! Ik stond in de lucht! Nee, je was vast in de muur. Ik deed een walljump, Ennis. Holy shit. Fucking Ryan. 269! Vermoord me. Ja, godverdomme. Bij wereld 8 heb ik Maternity verloren, by the way. Want dit was ongeveer 2 uur lang, deze part. Je moest het trimmen naar 15 minuten, naar 10 minuten. 14 minuten? Nee, 10 minuten. Want je deed wereld 9. Daarvoor. Ja, dat is waar. Dat is fucking waar. Weet je hoeveel dit kostte volgens mij 4 of 5 uur om te editen, by the way. Deze hele part duurde me heel lang om te editen. Ik ben half dood. Vanaf. Ik heb chocola nodig en lollies.
Misschien kan de Nutella-meisje jou helpen. Zal ik hem naar je toe sturen? Je hebt gelijk. We hebben een Nutella-lolly nodig. Wereld 8-1 is niet zo moeilijk, maar wereld 8-2 is waar het een beetje bullshit wordt. En wereld 8-3 is waar het echt compleet bullshit wordt. Aha. Stop het! Ja, zal stoppen! Heb je toevallig ook dat hele stukje met waarbij ze zeggen Kirby, you're so stupid. Nee, dat heb ik niet. No. Misschien moet ik het hebben. Ah, nee, nog meer dingen! Nog meer geblazen door die lul. En nog meer fucking springs. En een hammer brother. Ja, oké. Okay. We zijn door het level. We kunnen door het level heen gaan, Hennis. Kijk hoe goed we het doen. Holy shit. Fucking random shit. Holy shit. Oh, oh. Wow, we zijn bij het einde. Tessie gaat door... Ga je nog door die pijp? Hij gaat wel, we zijn bij het einde. Ja, we zijn bij het einde van de level. Dat was wereld 8-2. Wacht even. Dit klopt hier niet. We zijn terug bij dat stukje van de fucking level! What the fuck? Mijn reactie. En we moeten eens op die fucking vijn gaan daar. Dat het heel erg moeilijk te bereiken is met die fucking Koopa. Of Koopa bedoel ik. Ja, dit is fucking hebben geholpen. En dan zijn we wereld 8-2, we zijn in de fucking lucht. Weet wat dat betekent? Wereld 8-3 gaat heel veel bodemloze gaten hebben. Maar dat is leuk. Alright, dat is wel voor iets. Welkom bij wereld 8-3. Oftewel... Fuck me. Satans lul. Nee, dat is wereld 8-4. Oh, wat is dit dan? Je bent nu nog op zijn lichaam. Dichtbij. Ik ben zijn reet nu. Ik kan het al zien. Ik ben al 98, 30 dood. Je gaat gewoon nu door zijn Amazon. Fucking hell. Wil je weten hoe je dit spel verslaat? Je moet staat als ballen likken. Oh, dus zo heeft Mjot net dit spel kunnen maken. Nou, hij gebruikt van Satans bal om dit spel te maken, like... Hij is eigenlijk stiekem een satanist die dit spel heeft gemaakt. En dan zeggen ze dat Nintendo kindvriendelijk is. Well, like, volgens de christelijke mensen is Nintendo letterlijk Satan. Ja, eigenlijk wel, hè. 299. 3 fucking 100 deaths! Nee, daar staat 3 fucking 00. Nee, 3 fucking 100 en dus... Nee, 300. Ja, maar het is 318! Ik heb ongekopt de verkeerde save state geklikt, dus ik moet opnieuw beginnen. Oh my god. In ieder geval 300 naar 318. Ah, dan hebben we dit! Er is een random blok daar! Dan moet je dat weten! Ik heb geen idee! Hier heb ik gewoon een mental breakdown. Ik wil 100 uur versie van dit. Je kan het maken. Ik vraag me af hoe lang je laptop het kan overleven. En mijn god, ga je daar voor 50 uur zitten? Dit is een fucking blok. Misschien is er nog een blok. Ik... Ja, dat is toch een blok. Ja, ik dacht dat. Wacht eens even. Ik weet deze plek. Ja, dit is de plek waar die ene gebouw zat in het originele spel. Maar die gebouw is er niet. Zo, hoeveel zijn het er nu of gaf je op het tellen? Dat zullen we de volgende part zien. Volgende part? Ja, ik heb vergeten hierbij te doen, dus ik doe het bij de volgende. Ik tel het weer bij de volgende part. Volgende part? Ja, de volgende. Oh nee, wacht. Ja, oké, nee, volgende level bedoel ik. Ah, oké, okay, ik dacht dat. Het is lekker volgend. Sorry, ik ben boel. Fuck dit spel. En we zijn bij deze wereld. Fuck dit. Fuck deze level. Terre. Nou, laat maar zitten.
Ja, copyright, ik heb er geen zin in. En dan moest je hier naar beneden gaan. Don't mind me, I'ma just grab my stuff and leave. Excuse me, please. Ik heb geen zin meer. Weet je wat, dit is eigenlijk heel gepassend. Met het spel, ja. Oh fuck, dit verdient het spel niet zo'n epic soundtrack. Ja. 340 doods. Lijkt het vast heel goed met de achtergrond ook en zo. Jawel. Heb je nog eens in een video van Doet gezien? Ja. En moeten we hier door die ene pijp gaan daar beneden, want anders ga je de verkeerde kant op met Vint, Dolf. Ja, maar waar god moet je vaak sterven om dit te gebruiken? Alleen je merkt het nu pas, dat je vergat... Ja, ik merk het nu pas. 380 doods! Oh my god. Mijn sanity is verloren, Ennis. Ik heb gewoon een heel deft van dit. Is dood. Ik heb wel een heel groot gedeelte dat ik alle devs gewoon in één keer in de hele video, hele part. Ik hou van deze video. Ja, het is groot. Oh, dit waterstuk is echt niet zo moeilijk. Verrassend genoeg. Ik ben verbaasd dat ze niks bullshit erin hebben gedaan. Nou, ze dachten dat de twee Cthulhu's en Firebars genoeg waren. Ah, maar dan hebben we dit stukje. Beide hebben volgens mij zo'n drug of hier in Mushroom. Ik weet het niet. Dat is bij die muur daar of dat is hier, bij, hier onder die muur. You know what I mean? Ik weet het, ja. Ik ben dood. Fuck dit spel. By the way, ik heb de dood bij wereld 9 niet meegeteld, want het is wereld 9, dus ik bedoel alsof het niet bestaat. Ik wil het even erbij. Dat en wereld 9 gebeuren pas later, zo. Ja. Technisch gezien. Ah, fucking bloopers. Maar het is wel of je het gaat meetellen of niet. Het is maar één dood dus. Het is niet zo moeilijk. Nee. Ik weet niet hoor. Met de hoeveelheid ik dood ga, zou je willen dat ik de dood erbij mee heb geteld. 388 doods. Maar dan ben ik 6 in mijn les, maar het was oké. Okay. Maar nou doe ik het nu daar naartoe gaan, is het niet oké. Okay. Want je moet volgens mij die koepel raken voordat je verder kan gaan met die ene weg. Je moet de onderste pad nemen, je moet eerst de koepel raken om de onderste pad te kunnen nemen. 413 doods, Ennis. 413 dood! Godzonde! Volgens mij vindt Johnny deze zo fucked dood. Wat een leuk titel daar met Bowser in de achtergrond. Het boeit me niet meer, ik gebruik save steeds, fuck dit spel. Oh, je gebruikt de save steeds hele spel door, dus... 414 dood. En dan komen we uiteindelijk bij Bowser. Oeps, 415 dood. 419 dood. Geef nog maar één keer dood, dan zouden we 420 blazed hebben. In ieder geval, laten we de laatste basis slaan. Ja, eigenlijk. De hele dood van wereld 9 telt mee, altijd mee. Ja, dan zou het 420 dood zijn. Maar het is niet zo grappig als het niet daar staat. Oké. Holy shit. Ja, we zijn klaar! We hebben het spel uitgespeeld, Tennis. Fuck. We hoeven nooit meer dood te gaan. 420 keer. Yeesh. Ja, 420 keer dood. Maar Princess Peach is hier. We hebben het spel gewonnen. Oké, bitch, bed over. Nee, maar toch zijn we dood hier. Like, we hebben het spel niet uit kunnen spelen. Fucking vliegtuig heeft vermoord. Oh, nice. Wij moeten echt de wereld geëxplodeerd, Tennis. Ik ging nog steeds dood aan het einde. Fuck.
Dit spel kun je niet winnen. Je moet staan als een ballenlik om deze vliegtuig te overleven. Ja, dat was goed. Wat vind je van de einde? Dat was leuk. Ja, dat was leuk. Dus Hennis, wat is jouw mening over dit spel? Laat ik eerst mijn stem laten klikken. Wie weet. Ja. Wel, weet je wat? Dit spel kan zijn lul zuigen. Miyamoto kan mijn lul zuigen. Fuck, dit spel is moeilijk. Dit spel is onnodig moeilijk. Ik heb gezegd, dit is gewoon een fan-app waar je voor moet betalen. De graphics is bijna niks anders. De controle is mix verbeterd. Er zijn alleen maar een paar nieuwe vijanden erbij gekomen die gewoon irritant zijn. Zoals de fucking lopende hammerbolders, de fucking rode piranha-planten. Dan de vliegende fucking bloopers. En dan moeten we dan alle bullshit, zoals die doolhof, waar je op de juiste manier naar de juiste weg toe moet gaan. En je moet dat gewoon maar zomaar weten. Of die onzichtbare blokken, je moet het maar weten. Hé, hey, het is nog niet zo erg als de... Wat noem je dat? De reeks spellen. Weet je wel waar ja, je... Miyamoto, ga maar weg. Rot op, flikkerlicht. Ik heb je spel uitgespeeld. Ah, ik vertel het. Laten we stoppen.